zijn bij Sarissa. We gaan met Nienke even Tessa halen. En dan gaat Tessa op Tessa rijden. Ja, maar we gaan ook nog een andere Tessa halen. Als je erbij komt. Dus nu het weiland in. Fijn. Oké, okay. Ze is een beetje groot. Je kan het, Tess. Struggles van kleine ruiter. Moet ik helpen? Of wil je het proberen? Tess denkt ook, wat doe jij dan? Er zit een muis aan me. Bijna, jee! Kom, Tess. Spring. Godzien. Hallo. Ik zei het, pony met een mening. Eentje heeft hij op. Ja, heel goed. Tadaa, goed gedaan. Het is zo groot. Het is groter dan Verona nog, hè? Ja. Doe maar wel daar, joh. Nou ja, Tess is het wel gewend, dus ga goed. Gelukt. Kim, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het zitten. Ik zie het. Kim is aan het zitten. Goed, Tess is aan het poetsen en Tess staat te eten. Is het lekker, Tess? Ja. Dus je wel, hè, hapje? Ik wil ook Tess noemen. Hallo, paard. Je bent best groot, ja. Zo, hier wordt druk gepoetst. Hoep! Hey, kom op. Ja, volgens mij is Tess ook aan het poetsen. Maartje heeft ook de paard weer gevonden. Ze is alleen de borstels kwijt. Mijn borstel. Ze heeft één borstel. Ja, de rest is ze kwijt. Ja, maar deze is heel fijn. Ja, magic brush. En hoe kom je eraan? Meteen alles weer van wat. Kijk, als jullie op de video kijken van een paar YouTubers live event en Max nu. Ja, erg, twee verschillende paarden. Ja. Maar hij moet ook de trailer, dus dan is hij ook weer een beetje heel. Dat weet hij nog niet. Beetje heel. Waarom zit er een hert op zijn kont? Dat is een chondeer. Pardon? Een chondeer. Ah, wat is dat? Rebecca. Rebecca. Een chondeer. Wat is dat? Een trekker. Een trekker. En wat? Een trekker. Een wat voor merk? Trekker, man. Van een tractor. Ja? Zo'n groening. Ja, zo heet die daar net ook. Zijn jouw boer? Ja. Wat is dat nou weer voor geluid? Een chondeer maakt een veel beter geluid. Jury, ja. Doen jullie iets even voor dan? Ja, kom maar. Nee, het is gewoon een schande als we ernaast zouden doen. Dat klinkt als een raceauto, zo klinkt de trekker nog niet. Het is een raceauto onder de trekkers. Maar dat verklaart nog niet waarom die op zijn kont zit van je paard. Ja, ik hou van sonderen. Wat doe jij op trekkers dan? Ik hou van koeien. Boeren mij? Varkens. Oké. Okay. Nou ja, daar is niks mis mee, maar dat snap ik nog steeds niet wat je met een trekker ja, op je paard doet. Ik ga het uitleggen, kom maar. Oké, okay, dank u. We krijgen nu uitleg over John Deere, geloof ik. We krijgen een uitleg, daar komt hij hoor. Daar is stage gelopen. Ze heeft, wacht even hoor. Bij die melkveehouderij. Zoals je ziet zie je daar een chondeer rijden. Is dat een chondeer? Oké, okay, ja. Die meneer heet Johan. Johan heeft twee chondeers. Oké, ik moet even van de andere kant filmen. Ja, beter. Zijn zoon heet John. Mm-hmm. En daar ben je verliefd op? Nee. Helaas. Maar in ieder geval, hij had chondeers en hij heeft mij helemaal aangestoken met chondeervirus. Dus hij heeft een sticker van een chondeer op zijn auto en zo, dus... En je vindt het dan gewoon cool om op die trekker die daar in de verte rijdt, rond te rijden of zo? Ja. En wat maakt, dat dan wat maakt dat dan speciaal? Ja, zo mooi. Dat is echt zo mooi. Ja, dat is echt heel leuk. Volgens mij moet ik eens een keer op een trekker gaan ja, rijden. Want dit voel ik niet hoor. Dat nee, zie ik echt niet. Nee, echt helemaal niet. Zo mooi. Hé, Martie! Over het buitenland gesproken, dames en heren. Ik ga naar Curaçao 2 maanden. Oh, waarom? Dat weten zelfs mijn volgers nog niet. Oh, gaaf. Wat ga je daar doen? Ik ga een stage lopen. Bij? Bij Dierenbescherming Curaçao. Ja, cool. Maar ja, dat weten mijn volgers nog niet. Dus jullie worden... Nou, deze komt wel online als het mag voor jou, ja? Ja, hij mag online. Cool. Hij mag online. Cool. Primeur bij Hart voor Paarden. Oh my god. Ja. Inmiddels is Tessa roze. Dan passen bij... Nee, wacht, ik weet niet. Tessa, ik moet even ook kijken roze. Hoe hoog het überhaupt is. Zorg dat je tempo hebt.
lijkt op. Ja, netjes. En nou op het goede been, Tess. Heel iets meer doordraven. Nog iets meer, anders valt ze terug. Juist, dit is het tempo wat we moeten hebben. Nog iets meer. Nog iets meer. Nog iets meer. Heel goed. En dan hebben we hier de German Riding Instructor. Ga je eens even goed staan? Heb je de video gezien? Nee, rugrecht! Rugrecht! Nee, je moest. Weet je, heb je die video gezien of niet? Oh, dat is jammer. Even je armen over elkaar. Je benen enigszins uit elkaar, zo. Juist. En je hoofd 45 graden. Geen 90 graden, want dan zie je er raar uit. 45. En dan ga je om je zonnebril op, alsjeblieft. Zonnebril op. Je kan je niks doorzien, want die is op sterkte. Wow. Precies. 45 graden. Juist, en nu moet je knikken en meebewegen met het paard. En dan... Oh, dat was heel raar. Die man, what the fuck? Wat is... Wow. Wow. Dat was wel heel goed. En dan moet je heel overdreven, moet je goed zo zeggen en zo. Goed zo! Juist. Heel knap. Geleerd van de German Riding Instructor. Ik moest het wel uitleggen, dat is toch wel weer jammer. Geef mijn bril maar weer terug, want je ziet zo niks. Ja, hey, schil kijken. Ja. Ja, dit is een mooi tempo, Tessa. Heel goed. En hoe vind je de draven? Ja, het is wel anders. Ik vond alleen die noodstop net niet nodig. Nee, dat vond ik ook niet eigenlijk. We zijn altijd een jeuk. Ik kreeg met hengstige merries. Het is zo bedankt. Het paard en dan ook nog niet. Ik vind het echt fantastisch trouwens. Ik vind het heel leuk. Mag ik zo meteen wel een keertje mijn hand veranderen? Eén keer alleen naar rechts op. Nou, dat ligt wel aan het paard hoor. Gaat goed? Ja! Gaat heel hard. Oei! Ga je wedstrijdje doen? Komt er geloof! Laat hem maar rustig draven! Of vanuit stap kan ook, is een extra uitdaging. Je kan ook vanuit stap, dat je een keer goede hulp geeft. Wat zeg je? Net een luchtslijper zijn net. Ja, dat geluid dat jullie trouwens bij Tess horen, het paard in dit geval, is cornage. En cornage betekent dat er een stemband verlamd is. Paarden hebben twee stembanden en dat één ervan verlamd is. En dat die in een luchtpijp hangt, dus dat geeft een heel vervelend geluid tijdens het ademen. Maar dat is alleen het geluid. En dat heeft verder helemaal niks met conditie te maken. En je kan er ook niks aan doen behalve opereren. Maar dan is volgens de dierenarts de operatie heftiger dan het hele probleem. Dus dat gaan we lekker niet doen. Dus ja, het is een lastig geluid, maar verder is het helemaal niks. Dank u. Speedy Gonzales. De dierenarts vertelde hetzelfde een aantal paarden die in Rio hebben gelopen vorig jaar, dat die dit ook hebben. Oké. Okay. Kijk dat gaan dan. Misschien moeten we maar buitenrit een zandpadje nemen. Maar je zit er echt vet goed. Ja. Kom Tess. Tess, even luisteren nou. Kom. Even eraf glijden. Tadaa. Zo. Klaar? Ja. Oké, okay, nou opstappen maar dan. Ik denk dat ik pak wel even het krukje. Pak jij wel even het krukje? Lieve ze. Heb je ooit gezien? Dit was ooit een hartje. Nu is hij een beetje vervormd. Heel spinnen. Een beetje spinnen. Ja, Belgische, hoeveel langere benen heb jij dan? Dat zat je erg lang of niet? Ja, ik zat voor mijn gevoel moet jij nog 1 graad langer. Normaal bellen zit ik gewoon nog testen in de maat. Ze denkt, ik was toch klaar? Ik heb net lol gehad. En nu moet ik echt gaan rijden. Ja, dat denk ik ook. Oh, want dit was meer lol, ja. Dit was niet echt rijden. Zo, volgende zit. Ik heb toch de coach niet gezien. Nee, sorry. Dit is wel makkelijker dan liggen rijden. Vind je? Ja. Non, nee, u. Ik kan er geen pas op doorzitten. Je mag er wel mee starten als je wil.
Ik zal nooit het M1 inkomen namelijk, omdat ik niet kan doorzitten. Kijk, Kim heeft toch nog wat geleerd bij Frank en Roos. Zelfs op een wildvreemd paard. Ze kent het paard wel, maar nooit op gereden. Lukt het best aardig. Gaat best goed. Moet wel tempo in blijven. Ja, inderdaad. Ga maar licht rijden en rijden maar iets meer bij elkaar. Dat ze van achter wat meer komt, dus dat ze van voor ook wat meer... Want ze is wel ontspannen, maar ze loopt eigenlijk een beetje in je hand zo. Mag je er iets terugrijden, Kim? Want ze moet niet over de tempo gaan heen lopen. Frank zou zeggen, pittig drafje, pittig drafje, drafje. Pittig drafje, pittig drafje. Nee, niks. En dat vindt ze moeilijk, langzaam draven. Want het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon te gaan rennen en al je spieren niet te gebruiken. Ja. Maar nu moet ze inderdaad wat meer van achter komen. En dat vindt ze moeilijker, dus dan zal ze iets wat vervelend op reageren. Maar het is wel beter voor haar en ook voor jou. Dit is een goed tempo hoor. Netjes. Ja, ben je tevreden? Ik ben tevreden. Hutte. Mijn paard ziet er echt lekker uit. Lekker ding. Wat is twee? Even. Ja, ik heb dit een keer eerder. Gaan blijven. Ze wegen allebei. Heb je meegedaan aan Voltige toe? Ja, ik heb wel Voltige. Geef de arm aan Kim. Nee, ja, achter je. Die geef je aan Tessa. En dan trek je eroverheen. 3, 2, 1. Met je bent overheen! Met Voltige, want ik mag ook naar voren. Ja? Zit je? Ja. Tessa weegt bijna niks en Kim weegt bijna niks. Dus niet denken. Dus niet denken dat er te veel gewicht nu op zit. Het is ook alleen maar even voor leuk. Ik heb allerlei video's gezien over ribben en draagkracht en dat soort dingen. Maar zoals jullie zien zitten de beide dames nog ver voor de laatste rib. En is er niet zoveel aan de hand. Ja. Voel je misschien iets veiliger? En Tess moet het dus allemaal maar goed vinden. Dat ook nog. Maar goed, dat vindt ze wel. Kind wordt geknuffeld. Oh, pille tijd. Helemaal leuk. Zo. Pille tijd. Opa, kalm aan. Goed, die wilde Tess. Daar gaat ze met Tess er gewoon bovenop. En alleen een lijntje. Die is heel moeilijk te motiveren hoor. Dus verwacht maar niet dat zij dikke spectaculaire dingen gaan doen ineens. Ik wou net zeggen, dat ziet er toch behoorlijk spectaculair uit. Nou, stijgen er met Tess erop is misschien niet het beste idee. Nee, dat zou ik ook niet doen. Heel goed. Dat is braaf. Kijk eens, feit. Zal ik compliment vragen, durf je dat? Compliment, dus toch? Moet je achterover zitten? Gaat hij zo met zijn hoofd naar beneden? Gaat ze buigen? Dat is wel echt gaaf. Ga ze ook liggen? Nee, nog niet. Ik sta even te eten, even serieus. Het is heel moeilijk te motiveren, helemaal zomers. Je zou echt niet achter je aanrennen of zo. Ik voel wel wat spanning is. Gaat hij helemaal weg? Ja, hou de manen maar vast, geef het niet. Maar dan kan ik iets meer. Nou mag ik dan weer pakken. Meid, zo prima. Ik voel me nu ineens heel veel lager. Nu ja, het scheelt ook. En let op, mijn schat. Knap man! Zo knap! Ja, dit is de wilde Tessa! Ja! Shit, jou is er goed! En goed! En Tess, volgens mij heb je nog wat te leren bij Bella! Kom maar een keer bij jullie langs gaan, ja, leuk!
Mooi. Dan gaat ze aan de tegel. Mooi. Zo knap. Is het leuk? Nee? Je is wel leuk. Ja. Ja. Nee, maar mijn hart op mijn beste moeten zijn. Ja. Ja. Zeg, nee, waarom moet ik jou schudden? Wat kennen we nog meer eigenlijk? Bijken en zo. Voetje. Oeh, zo. Heel goed. Heel knap. En deze ook. Voetje. Hier ben ik. Ja, dus. Hey, voetje. Nee, geen zin in. Dat niet. Het moet maar. Zo knap! Het is echt zo knap. Ik ben weggetreed. Ze gaat nog een keer weglopen. Kan ze die ook als ik het aangeef? Zo. Heel goed. Wat? Ja, kan ze. We zeggen Jambé. Jambé! Wat? Zo knap! Gaan we even buigen. We kunnen hem alleen niet verwissen. Hier. Let op. Hier. 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 Zo knap! Het is maar goed dat Tess helemaal niks weegt. Ja. Spaanse pas kent ze. Dan is ze blij. Ja. Kom schat. Oké. Moet ik hem alleen vasthouden, vind je? Ja, nou. Hou de manen maar vast. Hou de manen maar vast, Tess. Moet ik even een foto maken. Let op. Ben je heel moe? Pas, pas, pas. Kom op. Hier ook. Hallo, ik twee beentjes meenemen, schat. Kom, pas. Kom, kom. Ze neemt maar één mee. Kom, let op. Pas. 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 Ze deed het. Ze deed het. Je was te, snel. Pas. 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 Ja, ze is schattig. Gaat het echt goed? Met één en één is het. Ja. En dan denk je dat ze... Nou, ik denk dat jullie in het circus kunnen zo. Denk je, als zij gaat buigen... Dan van afstappen. Oh, dat weet ik niet. Maar ja, ja, doe maar niet. Stap je af en dan kom je omhoog en dan raak ik even een paardje. Ja. Maar je mag wel van de kont af glijden, ja, nu. Dat mag. Doe maar. Ga wel. Ga van de kont af. Oh, is dat echt niet erg? Nee, dat heeft Romy Oudzaan ook gedaan. Oh, joh. Tadaa! Gaan we in één keer stijgen. Kijk of je wel stijgt. Even stijgen, oh. Gok van niet. Let op. Kom, up. Kom. 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 Wij vinden vooral Nienke leuk zo. Let op, up. Kom. Mag ik proberen? Ja, je mag proberen, maar vaak heeft ze er geen zin in. Kijk je uit met die zweep? Ja, dat je er niet geraakt. Oké, let op. Bomproef. Ja, heerlijk dit. Kijk, wil je er wel? Oké. Wil je er nog? Oké. Dat was wel lief. En hoe laat je er dan bij staan? Oké, dus steek op de grond. En dan zeg je bijt en je wijst staan. Bijt. Wat zegt hier? Ik zal het niet doen. Bijt. Zweep op eten. Bijt. 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 Oh, hallo. Was je daar? Bijt. We zitten echt niet in zeeën vandaag. Zo, na al deze inspannende activiteiten wordt ze afgespoten. Alleen dat is dan het enige wat ze niet zo leuk vindt. Wow. Maar we hebben nog wat brokjes, misschien helpt dat.
ergens het circuspaard. Hier, Tess, kan je dan ook wat brokjes geven als ze rustig staat? Alleen als ze rustig staat, hè? Hi. Opeens is afspuiten veel leuker. Wat een geluk heb je, Tess. De andere kant doen. Kom hier, kom! Jo. Kom dan. Lekker hoor. Is goed voor je paard. Bedankt voor het kijken. Zeg jij maar bedankt voor het kijken, Tess. Bedankt voor het kijken. Jij? Oh, maar wat is jullie ding dan? Maakt niet uit, zeg maar gewoon wat. Ja, oké, kind, kom maar. Geef vooral een duimpje omhoog. En kijk vooral even op het kanaal van Saressa. Maartje die is nu bij de intro en outro er niet, maar die was er vandaag wel bij. En zij hebben een super spannende sketch met ons opgenomen, ja. Namelijk... Wat ruiters denken en dan speciaal paardenmoeders. Tadaa! Of jawel, jullie aan de andere kant van het land noemden het pennymoeders. Dus bedankt voor het kijken, abonneer zeker en kijk even bij Saressa hun kanaal. En heel graag tot de volgende keer. Doei! Doei!